Hallo mensen op het internet. Welkom bij mijn YouTube vlog. Vandaag een keertje iets anders. Namelijk mijn favorietste sixpack. Namelijk... Daar ga ik het vandaag eens over hebben. De polijstlijn en de poetslijn van Xeon. De sixpack, de zes op een rijtje. Step 1, step 2, step 3. De cut to finish en all-in-one. En dan de wax sealant en de paint protect. Ik ga even een demonstratie geven van wat het product kan en doet. Ik zou zeggen, stay tuned. Dit is een demo plaat die ik gebruik voor allerlei zaken uit te testen. En deze keer ga ik hem gebruiken voor de Xeon Dieterlijn. Met name de polijstmiddelen Premier Cut Step 1, Medium Cut Step 2, Fine Cut Step 3 en de Sealant Wax en de Paint Protect. En daar ga ik dit plaatdeel voor gebruiken. Ik ga hem eerst schuren om alle krassen eruit te krijgen en daarna gaan we hem oppolijsten met de drie stuks polijstmiddelen. Thank you.
De helft van de plaatdeel heb ik eerst geschuurd, zoals je gezien hebt, met 1000, daarna met 1500 en daarna nog een keer nat met 3000 en 4000. Omdat ik ben, helaas was ik door mijn fijnere droge spul heen, dus ik moet even nieuw bestellen. En daarna ben ik overgestapt met rotary, de Premier Cut step 1 en daarna step 2 met rotary of excentrisch en step 3 met excentrisch. En tussendoor de poetsbeurt en de pleisporten door heb ik Xeon Cleaner, die greaser gebruikt die alle residu en waxen en polymeren en weet ik veel allemaal weghaalt. Dat is, daar is het product voor. Echter, het mooie van de Xeon productlijn is de compound, de step 2 en de step 3 zijn siliconenvrij en bevatten geen fillers zoals je gezien hebt. Normaal gesproken kun je daardoor na een degreaser kun je dus al het residu ervan afhalen wat achterblijft bij het uitpoetsen en vervolgens dus nog een bepaalde filmlaag achterblijft. Met die degreaser haal je die weg, dus dat je dus echt puur schrale, schone lak hebt. Ik heb nu een aantal stappen heb ik gedaan met de polijstmiddelen. Ik ga nu over naar de Paint Protect en daarna nog even de sealant wax. Er zit ook nog een cut to finish, dat is een 1 tot 3 step die je kunt gebruiken voor als je eenmalig even iets op wil poetsen of iets wil oppolijsten. Dan heb je al die drie stappen heb je niet nodig, waar meteen ook een stukje finisher in zit met betrekking tot een wax die achterblijft. Tot zover. Ik zal ondertussen weer even een lakdiktemeter erop zetten. Dit was die in het midden. Aan de zijkant. ...111... ...133. In het midden was, toen ik begon, meen ik iets van 99. Ja. Ik zal het plaatdeel nogmaals een keer ontvetten. Dus nu twee keer achter elkaar om te laten zien dat daadwerkelijk echt geen fillers en dat soort dingen. Normaal gesproken zou je dan een bepaalde waas terugkrijgen of nog beschadigingen zien in de lak. En dat is niet van toepassing. De glans is nog helemaal top. Dus we gaan nu Paint Protect aanbrengen. Goed schudden voor gebruik. Hop. Aanbrengen en dit product moet je ongeveer 5 tot 10 minuten laten intrekken. Oh, het ruikt heerlijk, dat product. Verslavend lekker gewoon. Ja. Een klein beetje. Zo. Dit 5 minuten tot 10 minuten laten drogen en dan machinaal uitpoetsen. Even dopjes schoonmaken. Op elke fles van Xeon, of het nu een paleismiddel is of de Paint Protect of de Sealant Wax, er staat een gradatie aan op welke toerentallen je het product kan gebruiken en wat de cut is, dus het slijpgehalte of de glansgraad. Nou, deze is heel minimaal tot heel hoog in glans. Zo, het andere gedeelte van de plaat heb ik even ontvet. En daar zetten we Xeon Sealant Wax op. En die moet ook 5 tot 10 minuten drogen. En dat kun je vaak checken door te kijken als die stof vrijgeeft op het moment dat je een aantal minuten verder bent, dan is die droog. Ik zal ook meteen even als test. Kijk, ik heb hier de Sealant Wax. Even kijken. Ja. Ik zal meteen voor de test even de wax ook over de Paint Protect heen zetten. Dan doen we daarna, als het droog is en allemaal uitgepoetst, doen we even een hydrotest. Zo, even laten zien wat welke kant is. Dit is hetgeen wat ik gedaan heb met schuren en polijsten. En dan een gedeelte, dit hele plaatwerk, dit gedeelte van het plaatwerk met de Paint Protect. Hierover nog een gedeelte sealant wax en hier alleen
sealant wax. Dus rechts van de witte lijn is hetgeen wat ik uitgevoerd heb. Ik zet hem even buiten neer, dan ga ik hem even nat maken en dan even kijken wat de effecten zijn. Zo, als eerst even de verneveltest. Rechts hetgeen wat ik gedaan heb en daar is aan de linkerkant alleen maar. Zo, even kijken hoe makkelijk we hem droog krijgen. Zo, dit is wederom weer een vlog voor mij. Nu dit keer producten van Cheon laten zien en testen. Als je het niet zo testen, want dat testtraject, dat heb ik al gedaan uiteindelijk voordat het in productie ging. Ik heb nu even gewoon puur even laten zien wat het product is. Je kan, ik zal onderaan meegeven de links naar de producten met de beschrijving erbij. En ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Ik ben er heel trots op dat dit product echt doet wat het moet doen. Zonder siliconen of fillers. Dit was het voor zover. Wederom weer bedankt voor je belangstelling en wellicht tot de volgende video. Ciao.